boodschap ook weer van Cultuur in Actie. Woensdag 3 juni, het is de 5e dag alweer van deze ketendemonstratie. 12 uur per dag, 7 dagen lang. Paul de Leeuw heeft vanmorgen het spits afgebroken met 4 uur. De volgende 4 uur zijn voor mij. En vanavond gaan we ook gewoon weer tot 10 uur door. Aan tafel is aangeschoven Guido Heneman, de grote onbekende. De bekende onbekende, of is het de onbekende bekende? Ja, dat is een goede, het is maar hoe je het formuleert. Ik denk dat heel veel mensen jouw naam en je gezicht niet kennen. Ik denk ook niet. Nee. Maar ze kennen wel je werk. Ja, dat denk ik ook. Dat komt omdat mijn muziek veel onder serie zit. Waaronder ook in Anita wordt opgenomen, overigens. Maar bijvoorbeeld ook series zoals Krabbe Zoek Chagall. Maar ook korte tunes. Bijvoorbeeld de tune van Op 1. En dus mensen kennen eigenlijk niet de mensen die muziek maken, laat ik het zo zeggen. Dat is natuurlijk met heel veel van dit soort zaken zo. Er gaat een wereld schuil, achter schuil, die niet zichtbaar is. Nee, dat is natuurlijk wat we proberen ook met deze ketendemonstratie. Ja. Want jij bent componist en uitvoerend muzikant. Klopt, ja. Ik zeg, ik kom zo even uit Amsterdam. Heb je werk neer moeten leggen om hier naartoe te kunnen? Waar was je mee bezig? Ja, nou, ik kwam toevallig uit een kerstbioscoopfilm. Een kerstbioscoopfilm? Ja, dat is net als bij de mode-industrie. Je loopt echt een seizoen vooruit. Ik loop echt vooruit. Een hele leuke film met onder andere Anna Drijver, Fokkelien Ouwekerk. Ik was samen met mijn collega Roy, die zit nu nog in de studio, is ermee door aan het gaan. Zijn we bezig. En wat in zo'n geval nog spannend is, dat je wel die film is al gedraaid. Die wil ik afmaken, maar het is een kerstfilm. En dat is natuurlijk de vraag, wanneer kan die eigenlijk de bioscoop in? En voor hoeveel man? En hoe gaan we dat doen? Beïnvloedt dat ook de manier waarop je de muziek daarvoor schrijft? Nou, dat heb ik nu, dat wil ik ook eigenlijk niet toelaten, laat ik het zo zeggen. Ik wil eigenlijk gewoon door zoals ik altijd doe. Mm-hmm. Maar het zou het wel kunnen beïnvloeden, omdat je simpelweg bij meer bezoekers is er ook een hogere upside. In het algemeen. Een hogere upside? Ja, daar bedoel ik mee dat het verdienmodel in de filmwereld is. Hè, dat is afhankelijk van bezoekers. Dus als er heel weinig bezoekers komen. Ja, dan zijn de revenue laag. Zijn de revenue laag. En daar zitten we als componist ook in. Dus je zou kunnen zeggen, nou, ik weet het allemaal niet, dus ik ga minder muziek maken. Maar dat doe je niet, omdat je toch het als creatief het mooist mogelijk wil maken. Ja. Altijd. En kerst is ook. En kerst is voor het grote gebaar. Daarom. Ook dus, muzikaal. Ja, zeker. Nee, dit is absoluut. Dus ja, dat is heel leuk, maar we zijn bijvoorbeeld ook met een paar programma's in het buitenland bezig. En dat is bijvoorbeeld wel spannend. Op zich ziet het er nu positief uit dat die programma's gemaakt kunnen worden. En ik doe veel met mijn team voor de NPO. En ik merk dat eigenlijk al die programma's op mijn actielijst, waarvan ik dacht misschien kunnen die niet doorgaan, gaan eigenlijk wel in een aangepaste vorm door. En aangepast betekent? Aangepast betekent met 1,5 meter afstand in acht nemend en niet te veel mensen op de set draaien. Maar als je bijvoorbeeld een programma neemt als Ik Vertrek, noem maar wat. Ja. Dat soort programma's laten ze mensen op locatie ook zelf draaien in het buitenland. Maar je hebt gezien bijvoorbeeld bij een programma als All You Need Love, waar we eigenlijk gewend zijn. Een innige omhelzing. Ja, dat kan niet meer. Nee. En dat zie je op schermen. En ook niet altijd even goed, maar dat scoort wel heel goed. En het is heel mooi gemaakt. Dus dat vond ik wel een interessante constatering. Dat je heel veel dingen nog wel toch kan maken. Want dat zijn ook programma's waar jij muziek voor componeert. Onder andere, ja. Ja. Dus dan normaal gesproken stormt iemand op de andere persoon af. Ja. En dan is het violen. Ja. De apotheose, de grote ontmoeting. Ja. Ja, en wat voor muziek gebruik je dan als die mensen 1,5 meter uit elkaar moeten blijven staan? Ja, dan is het. Want schrijf je zo? Je kijkt naar een beeld en dan. Zeker. Nou, ik doe. Voor dit, ik heb wel. Ik heb Love is in the Air gedaan. All Is Love dit seizoen niet. Er zal ongetwijfeld ook wat van mijn muziek in zitten. Mm-hmm. Maar bij Love is in the Air een tijd terug alweer. Waren dat inderdaad die momenten die helemaal aanzet. Maar eigenlijk zijn die momenten er nog steeds. Dus mensen proberen het gewoon door te zetten. Dus ook al is die grote ontmoeting er niet. Het is er wel, maar digitaal. Of de omhelzing is er niet. Dan probeer je toch die muziek te laten aanzwellen. Om het eigenlijk te versterken. Juist misschien wel. Ja, want muziek vertelt een verhaal. Absoluut, 100%. Ja, dus je kan eigenlijk een hele scène sturen. Ik zeg altijd, heel simpel voorbeeld. Je ziet twee mensen in een parkje naar een bank toe lopen. Mm-hmm. Ik kan daar muziek onder zetten, denk je, hey, hij gaat haar ten huwelijk vragen. Ja. Ik kan er muziek onder zetten dat je denkt, hey, hij gaat haar vermoorden. Ja, maar echt, kun je dat verschil maken dat met verschil muziek? Kun je maken. Je kan de hele onderhuidse spanning kun je natuurlijk, zeker als er nog niet gesproken is. Mm-hmm. Of je kan bijvoorbeeld bij hetzelfde voorbeeld dat je denkt, oké, het gaat niet zo goed. Misschien gaan ze wel uit elkaar. Dus wat heel belangrijk is in mijn vak is om juist ook niet te overdrijven en wat men wel eens zegt van willen het eigenlijk voelen
nog meer dan dat we het horen. Maar we willen gewoon dat die hele scène klopt. Ja, maar het moet ook een soort van onbewust zijn. Ja. He? Dat de kijker niet denkt, nou, er liggen wel duimen dik bovenop. Maar dat je gevoel wordt versterkt zonder dat je je vinger erop kan leggen. Nou, precies. Nou, dat is toevallig. Ik ben geïnterviewd voor mijn serie Krabbe zoekt Chagall op NPO 4. En toen was het wel grappig. Toen hadden we het over stereotype muziek. En Chagall was bijvoorbeeld een Joodse schilder. Maar als je dan bijvoorbeeld alleen maar Joodse muziek gaat maken, heel Jiddisch met viool, elke keer als hij of een plaatje van hem in beeld komt, dan ga je het optellen en dan wordt het bijna een soort comedy. Ja, ja. En dus je moet altijd de balans zien te bewaren. Altijd de balans. Ja. En waar ik ook heel erg van hou, is dat noem ik tegenkleuren. Dus eigenlijk zie je, je ziet bij wijze van spreken een scène waar twee mensen iemand in een steegje in elkaar slaan, maar dat je toch een beetje lichtvoetige, onheimische muziek hebt. Mm-hmm. Dat je niet extra spanning gaat aanleggen. Ja. Dus je kan eigenlijk heel veel kanten ermee op. En soms moet je het wel dik erbovenop leggen, omdat de scène niet goed genoeg is, bijvoorbeeld. Oh. Ja, dat kan ook nog. Ja, en dat schrijf je even bij op de factuur. Dat schrijf... Jongens, ik heb hier een beetje aangedikt, want ik dacht, dat heeft er wat nodig. Ik moest zoveel aandikken. Ja, precies. Ik was 2 weken extra bezig. Je gaat ook voor ons spelen, want je bent ook uitvoerend muzikant. Wat ga je spelen en op welk instrument? Nou, ik ga... Sinds kort ben ik met mijn manager een theatertour opgezet. Mm-hmm. Ik maak eigen, los van enige opdracht, pianowerken vooral. Ja. En dat zijn, ik noem het neoclassiek, noem het filmische stukken. Ik ga 2 stukken spelen waarvan ik dacht, die passen misschien wel bij het thema van deze actie. Oké, dus je gaat de actie inkleuren met muziek? Ja, het zijn hetzelfde wel stukken die ik wel al had geschreven. Ja. En de een heet Melancholia. En dat is, dat zegt voldoende? Dat zegt voldoende. We zijn allemaal, ik denk dat iedereen, of je nou wel in de cultuursector zit of niet, maar iedereen kent wel dat weemoedige, melancholisch gevoel. En wanneer staan we dan weer voor veel man te spelen? En het andere nummer is eigenlijk, dus dat is een beetje een weemoedige nummer. En het andere is eigenlijk een positieve boodschap, dat heet Continuum. En dat vind ik zelf... dat is voor mij enorm houvast, dat alles uiteindelijk altijd wel doorgaat. Dus je, weet je wel, wat er ook gebeurt, perspectief blijven houden. Dat is heel belangrijk. En ja, dat kan in hele simpele dingen zitten. Maar even cliché gezegd, er is altijd een morgen of er komt altijd een morgen. Dat zit heel erg in dat tweede stuk. En dat gaan wij horen. Nog 1 laatste vraag voordat je gaat spelen. Ja. Voor hoeveel mensen ga je zo dadelijk tekenen? Ik ga tekenen. Ik heb het net even uitgerekend voor 3000... Nee, grapje, nee. Nee, ik heb opgeteld voor de mensen met wie ik werk in de studio. En voor mijn theatertour. En daar zitten we bij elkaar, inclusief mijzelf en mijn manager, zitten we op 9 man. Mooi. Ja. Ja. Gaan we zo dadelijk doen. We gaan eerst naar je luisteren. Eerst naar me luisteren. Doen? Ja, is goed. Ja. Fijn. Guido Heneman, componist en uitvoerend muzikant, gaat 2 stukken voor ons spelen die een muzikale weerklank geven wat deze actie en wat deze periode voor hem betekent. Thank you.
Mooi. Dankjewel, Guido. Ik zie die toekomst met vertrouwen tegemoet. Je mag nog even tekenen, hè? Ja, want met jouw talent zorg je er ook voor dat 9 mensen, inclusief jijzelf, een bestaan hebben. Ja, en dat wordt wel eens vergeten. Misschien moet je wel klimmen. Ik denk dat ik moet gaan klimmen. Nee, helemaal klimmen. Of is een hele sterke man of vrouw in huis die hem een zetje geeft. Een klein kontje. Oeh. Ja. Zo. Daar staat hij. Kijk. Dankjewel. Niet langer de grote onbekende. Ik hoop het. Guido Heinemann, dankjewel voor je komst en je steun.